John Gosens, alweer een beetje bekomen van de schrik? Ja, goed, ik heb vannacht regelmatig nog wakker gelegen. Ja, je beseft het nog niet echt, maar het is weer tijd om te revalideren, ja. Ja, en nu ga je 2 dagen eerder dan de rest naar huis. Een enorme teleurstelling, denk ik, of niet? Ja, zeker. Ik ben toch met de groep hier een goede week aan het trainen. En helaas moet je eerder weg. Gelukkig kan ik eigenlijk eerder weg, zodat ik morgen weer naar het ziekenhuis kan. Maar het liefst blijf je natuurlijk nog 2 dagen langer en gewoon lekker trainen met de groep. Ja, want het vermoeden is gescheurde of ingescheurde enkelbanden, hè? Ja. Maar in Nederland toch even laten onderzoeken om het zeker te weten, zodat je weet wat er nou precies in de hand is. Ja, het is sowieso ingescheurd. En omdat het gewoon, het zat heel veel vocht in, konden ze niet alles precies zien. Dus we gaan naar Nederland en daar nog een MRI maken. En dan uitsluiten voor erger letsel. We gaan van het beste uit. Ja. Je zei, er zat veel vocht in. Een dikke enkel, geloof ik, hè, toen je schoen uitging. Ja, de schoen ging uit en de sok ging eraf. En ik had zelf echt het idee dat het bot er bijna uitkwam. Maar gelukkig was dat niet het geval. Het was alleen maar vocht. Maar de schrik zat er goed in. En eigenlijk pas in het ziekenhuis kwam ik een beetje tot rust. Want je beseft eigenlijk op dat moment besef je niet wat er aan de hand is. En je denkt natuurlijk het ergste. En pas later realiseer je eigenlijk wat je precies hebt. En dan komt de rust gelukkig terug. Ja. Dankjewel. Ja?